Ja, ik vind het een beetje raar wat er aan de hand is. Ik wilde toevallig daarnet gaan opzoeken de start van Boedapest van 2 jaar of 3 jaar terug. Toen hadden we zo'n periode dat de Mercedes ook allemaal helemaal, ja, altijd voorop reden. Ja. Er was ook zo'n deadline van als het nu niet verandert, en dat was nu ook een beetje, maar in dat Boedapest, als je die start ziet van die race, dan zie je zowel Rosberg als Hamilton zich niet verdedigen bij de eerste bocht. Die laten gewoon een paar mensen gaan. En ik heb wel eens gedacht, is er nou van hogerhand een keer gezegd, jongens, nu eens een keer ophouden met die onzin. Ga eens een keer wat rustiger doen. En ja, misschien suggereer ik dingen die helemaal niet zijn, maar ik vind het wel, het riekt naar iets, vind ik. En, matchfixing? Ja, matchfixing. Ik heb dat woord al meer gebruikt van de week. Ik weet niet, ik vind het vreemd. Hè. Het kan natuurlijk makkelijk, want ze zetten even een knopje op wat minder en dan rijdt het ding nog keihard, maar dan heeft hij 20, 30 pk minder. Ze moesten er zo hun best voor doen. Hè. En Ferrari rijdt ineens op kop weer. Dus ja, ik weet niet, maar misschien... Heel veel mensen zullen dit niet leuk vinden, want die denken, hé, Max, oranje... Nee, maar goed, dat, niks te nadelen daarvan. Want hij is gewoon heel erg goed. Ja. Dus als dit gelijkwaardige auto's waren dit weekend, en daar ga ik dan vanuit, dan zie je hoe goed Max is, daarom heeft hij gewonnen. Nou, er is natuurlijk een sfeer gaande wereldwijd dat die Formule 1 niets meer is. Mm-hmm. En dat begon er ook aardig op te lijken natuurlijk. Het was ook niet om aan te zien. Hè. De week daarvoor was het een dramatische Grand Prix. Echt verschrikkelijk. Dus ja, dat moeten we niet hebben en dat gaat ten koste van de Formule 1 interesse.